Gaat u vuurwerk afsteken? Nee. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Gaat u knallend het nieuwe jaar in? Nou, dat zal niet zichtbaar zijn in elk geval vanavond of morgenavond. We steken geen vuurwerk af. En waarom niet? Omdat ik daar mijn geld niet aan ga verspillen. Ik vind de grootste onzin die er is, dus nee, daar maakt u mij niet blij mee. Do you like fireworks? No. No? Never liked them. Never liked them? Oh, when I was a kid, bangers. Toen hij klein was, had hij van die kleine dingetjes. But now... No, I never buy any. Alleen sterretjes. Alleen sterren? Ja. Ja, ik hou niet zo van vuurwerk, moet ik zeggen. Ga je sterretjes afsteken? Ja. Ja, dat is lekker veilig, hè? Jawel. Ja? Ja. Veel? Ja, we hebben genoeg. Maar voor hoeveel steek je dan af? Ja, ik heb liggen voor ongeveer 600 euro thuis. Sorry? 600 euro. Heeft u nog nooit vuurwerk afgesteken? Nooit. En nog niet gedronken, ook niet. Omdat ik mijn geld in andere dingen wil investeren. In plaats van in de lucht af te schieten. En jij? Wat vind jij van vuurwerk? Mooi. En zou je het zelf willen afsteken? Nee. Nee. Dat is best gevaarlijk, hè? Ja. Heel verstandig. Ja. Net als mama. Goed gedaan. Goed gedaan. Hey, hoe gaan de zaken? Goed, uitermate goed. Vooral nu de laatste dag. Uitermate of gewoon net als andere jaren? Nee, uitermate goed. We hebben voorverkoop ongeveer 34% meegedraaid. Dus ja, gisteren iets slapper dan vandaag. Maar de laatste dag loopt het gewoon de hele dag door. Ja. Ja, er gaan steeds meer stemmen op van, doe dat vuurwerk nou afschaffen. Doe het gezamenlijk ergens op één punt. Ja, ik begrijp het antwoord al. Ik weet al wat u gaat zeggen, maar... Ja, ja, goed, daar zitten we al 15 jaar mee, hè, met die discussie. We gaan gewoon lekker door. Volgend jaar weer, dus ja. En is het een beetje druk? Heel druk. Voor hoeveel, mag ik de vraag, gaat u nou een vuurwerk afsteken? Nou, niet voor heel veel. Ik denk dat dit een eurotje of 40 is, 50 misschien. Oké. Okay. En hoe lang hebt u er dan plezier van? Ik hoop een minuut of 10, de kinderen. Ja, maar als het nou heel hard waait, wat de voorspelling is en het regent, waar dan? Toch afsteken? Ja, dan gaan we toch afsteken, maar dan iets eerder. Dan zal het 's avonds om 7 uur zijn, denk ik. Ja, dit is een beetje wat kleinere potjes, dus dat kan niet, is niet zo'n flink geweld. De Mojito. Ja, de Mojito en de Cosmopolitan en allemaal cocktails. Die steken we mooi per pot aan en dan heb je toch wat leuks vuurwerk. Het lijkt wel of het op de meer verkocht wordt dan andere jaren. Ja, het is onvoorstelbaar. Zoals zoveel als er verkocht wordt. En waarom is dat? Omdat er heel veel siervuurwerk verkocht wordt. Knalvuurwerk mag niet meer, pijlen mag niet meer. En gelukkig, de mensen denken van nou, je hebt voor heel veel mensen die vroeger naar België en Duitsland gingen, blijven gelukkig voor het in Nederland. Als ik een knallen hoor, is eigenlijk allemaal illegaal spul. Alles met knal, zeg maar, buiten een siereffect. Kijk, als je ons potje afsteekt met oud en nieuw, dan geeft hij in de lucht een knal. Maar de grondknallen, zo, zijn allemaal uit handel, mag niet meer. Zelfs het astronautje van vroeger mag ook niet meer. Ik vroeg me af. Ja, wat u over het algemeen van vuurwerk vindt. En vooral wat u dan vindt dat in sommige gemeentes, grote gemeentes, er een vuurwerkverbod is. Ik denk niet dat je daar iets mee opschiet. Gaat allemaal de illegaliteit in. Als mensen het met overleg en op die manier goed, ja. Als het te gevaarlijk is. Hè? En niet te gevaarlijk, dat sowieso. Ja. Maar bent u dan voor een vuurwerkverbod hier in Boksel bijvoorbeeld? Eigenlijk wel, ja. Ja. Ik ben er wel voor, ja. Ja, ik denk ja. Het dorp zelf wel. Ja. Maar zou dat de handhaven zijn? Ik weet het niet. Nee, denk het niet. Tuurlijk denk niet. Dus heeft geen zin eigenlijk? Nee heeft geen zin. Nee, er moeten zoveel plusje mensen op zetten, dat lukt niet. Nee. En die worden nog in elkaar gemapt ook als ze de kans krijgen, dus dat zou ik ook maar niet doen. Handhaven is niet te doen. Ze willen alles verbieden ook in bepaalde gemeentes, maar dat is gewoon niet te handhaven. Dat is onmogelijk. Ja. Maar voor u ziet de toekomst er wel rooskleurig uit? Ja, de toekomst 10 jaar verder kun je niet kijken, maar dat konden we 10 jaar geleden ook niet. En we zijn er nog steeds. Dus wat u betreft knallend 2024 in? Sowieso, voor een goeie. Dit is de meest verkochte. En waarom is dit de meest verkochte? Die komt speciaal uit Duitsland, maar hij is gekeurd in Nederland en hij mag ook verkocht worden in Nederland. Het is een helemaal nieuw artikel. Dit noemen ze een compound en dat betekent, je hoeft er maar één keer aan te steken en je krijgt een geweldige grote siervuurwerkshow. Weg met het illegale vuurwerk, hoera voor het siervuurwerk.